Sigrid was vastberaden om model te worden. Ze schreef zich in bij verschillende modellenbureaus en deed mee aan de modellenwedstrijd. Ze probeerde telkens te voldoen aan de strenge modelleneisen: afvallen, aankomen, ongezond veel sporten. Een onwijze rollercoaster, waar ik het al eens eerder met haar over heb gehad in een van mijn podcasts. In deze aflevering ga ik het hebben over hoe het nu met haar gaat. Hoe heeft ze zichzelf geaccepteerd en wat heeft haar daarbij geholpen? Sigrid! Hey. Thanks dat je er bent. Daar zijn we weer? <laughs> ja, super leuk komen. Of course. Ja, want even misschien voor de mensen die het gemist hebben. Ja. Jij, uh, hoe oud was jij toen jij begon met modellenwerk? Ik weet nog dat ik tijdens de modellenwedstrijd uh, 15 werd. Dus, 15, uh, wow. Ja, eind 14-15. Ja, check. Kleine baby. Echt <laughs> hè? <laughs> en toen, uh, je had de modellenwedstrijd niet gewonnen, maar je kreeg wel een contract aangeboden, toch? Ja. Ja, het was toen zo, de laatste drie die kregen allemaal een contract. Hm. En degene die eerst werd, die ging dan naar China. Uh, maar ik heb een contract gekregen en uh, ja, daar is het eigenlijk een beetje begonnen voor mij, de modellenindustrie. Ja. Je hebt dat daar toen geprobeerd. Uh, ja. de, je maten waren, uh, je moest afvallen om aan de maten te voldoen. Ja. You tried. Aanrader de podcast om die even terug te kijken <laughs> als je die nog niet hebt gezien of geluisterd. Um, nou, dat, dat ging niet. Um, toen heeft jouw agency gezegd van weet je wat, misschien moet je curvy of plus size proberen en uh, moet je even 20 kilo aankomen, toch? Ja, er zat nog wel, wel wat tussenin, want inderdaad, uh, vanaf <coughs> mijn 15e zat ik dus bij mijn eerste agency, ja. waar het allemaal is begonnen. Um, en rond de tijd dat ik 17,5, 18 was, toen kreeg ik echt natuurlijk ook de puberteit, vormen uh, super normaal. Alleen voor de modellenwereld was het in één keer een te grote verandering in mijn maten. Uh, toen ben ik daar weggegaan. Um, toen heb ik inderdaad andere agencies gevonden. Het was een beetje af en aan voor mij. Omdat ik ook niet meer echt wist van ja, hoe moet ik dat dan oppakken? Ik was alleen die agency gewend. Dus ik wist niet hoe het werkte om bijvoorbeeld te switchen van bureaus. Uh, hoe verschillende markten werkten. Ik was er op die leeftijd nog helemaal niet, niet in thuis. Um, toen kwam ik inderdaad bij een andere agency. En daar begon echt wel... Dat ze zeiden ja, maar je maten zijn niet alleen veranderd. Ze zijn ook echt te groot. Uh, je bent te groot voor high fashion model. Dus je moet echt wel aan de sport uh, stoppen met paardrijden, bijvoorbeeld. Niet meer zoveel fietsen. Um, en je moet daar echt op gaan letten en dat je, dat je daarin gaat afvallen. Dus dat was de eerste keer dat ik echt dacht: wow op de middelbare school dat ik in de pauze niet meer uh, een chocolaatje mocht kopen met vriendinnen, mm. want je krijgt dan ook net je pinpas zeg maar, dus dat was natuurlijk helemaal van oh naar de cafetaria, naar de snoepautomaat um, en dat was echt wel een punt dat ik dacht wow ik moet dat gewoon niet meer doen, want ik moet dunner worden, dus dan kan je dat niet meer doen, dus het was heel bewust in mijn hoofd. Uh, het is wel gelukt, um, niet veel gewerkt. Ik was natuurlijk nog geen 18, ik zat nog op school uh, en daarna. Heb ik echt een tussenjaar genomen? Dan was het ook mijn idee om echt modellenwerk te gaan doen. Um, maar ja, toen liep ik eigenlijk weer een beetje tegen hetzelfde aan. Ik ben namelijk best wel lang en uh, qua proporties, hoe dat eruit ziet. Uh, ja, was ik en geen high fashion model en ook geen uh, plus size uiteindelijk, wat we ook hebben geprobeerd. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad waar jij het over hebt, dat dat in een hele korte tijd. Ja, ja, dat was echt. Nu ik erover nadenk, dat ik denk ik, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Ja. Want ik moest, ik moest volgens mij ja, voor de modellenwereld echt iets van 15 centimeter afvallen in mijn omvang. En dat moest een hele korte tijd. Ik had er drie maanden voor. Nou, nah, dat is niet gezond hoe je nee, dat moet doen. Nee. Toen redde ik het net niet. Um, ja, en toen besloot Energie van ja, je redt het niet. Uh, het gaat niet lukken, dus dan maar curvy. Hm. Dus je mag weer alles eraan komen. En ik weet nog wel dat ik echt toen dacht, nee, dat meen je niet. Heb ik net drie maanden gewoon ja. heel extreem geleefd. En dan moet ik nu gewoon weer opnieuw beginnen. Zoals ik aan het begin van die drie maanden was. Ja. Super gek. Hoe was dat voor je? Ik denk um, voornamelijk omdat ik die drie maanden lang zo erg discipline op heb moeten hoesten, zeg maar, voor mezelf. Want het is natuurlijk niet makkelijk. En eigenlijk wil je het ook niet. Maar ja, je hebt een doel in je ogen, dus je bijt je er heel erg in vast. Um, ja, omdat ik dat dan net had afgerond en voor mijn gevoel best wel succesvol. Ik bedoel, ik had, ik had niet alles gehaald, maar ik was wel echt heel dichtbij. Het was echt een paar centimeter waar het om ging. En dat ze toen tegen me zeiden: Ja, je moet alles er weer aan. Toen dacht ik: Echt, ik ga je wat aandoen. Want je weet echt niet wat ik ervoor heb moeten doen. En hoe kan je dat nou zo makkelijk zeggen? Uh, het is natuurlijk wel iemands leven en leefstijl waar je, ja, waar je een verandering in vraagt. En ook niet een normale verandering. Het is niet zo van, oh, even rustig op de suiker. Nee, het is gewoon extreem van het ene extreem naar het andere extreem. Ik merkte wel dat dat mentaal heel veel met mij deed. Ja, kan me ook wel voorstellen. Wat, wat, ja. wat ging er in je om op dat moment? Kan je dat nog herinneren? Uh, ik moet zeggen, in het begin viel echt heel erg die discipline van me af. Mm -hmm. Wat heel fijn was, want dat was echt wel een soort van geforceerd op mezelf. Uit mezelf heb ik nooit de behoefte gehad dat ik denk, oh. Ik vind mezelf niet mooi, ik wil afvallen. Dus het was echt wel gewoon puur voor een doel. Ja. Dat heeft me wel echt gered, moet ik zeggen. Want anders was ik er misschien wel ingebleven. Zoals ja, je vaker hoort van modellen. Dat had ik gelukkig niet. Um, dus voor mij was het in eerste instantie dat ik dacht... Oh yes, nu mag ik weer alles eten wat ik niet mocht eten. Dus ik heb echt alleen maar hamburgers, donuts. Uh, Frikandel speciaal. Ik heb alles uh, zeg maar, gewoon gegeten wat ik dus niet mocht eten. Um, maar, maar ook wel met het doel om dus aan te komen eigenlijk. Nou, daar was ik dan op zich weer minder mee bezig. Ja? Het was, ik hoorde echt alleen maar, jij moet, je moet weer gaan eten. Toen dacht ik, oké, okay, eten, uh, dat kan ik. Dus ik, ja, ik was gewoon heel blij voor de beginperiode. Maar daarna dacht ik wel, uh, ja, als je, als je dan weer bijvoorbeeld op de curvy maat zit, dat je denkt, dit is wel echt crazy wat ik net heb gedaan. Ik heb gewoon in een half jaar, ben ik heel dun geweest. Op het dunst wat ik ooit ben geweest, zeg maar, met een wat oudere leeftijd. Ik bedoel, 14, 15 benen automatisch. En dan... Nu weer alsof er niks is gebeurd. Ja. Alsof dat niet is geweest. En als je dan ook naar die foto's kijkt, dat is heel gek. Ik heb dat nu nog wel eens dat ik denk, oh meisje. Ja. Echt zielig. Dat je dat uh, eigenlijk ja. jezelf hebt aangedaan voor iets wat je heel graag wilde. En dat werd zo mooi verpakt en verkocht. Van Ja, en dan gaat het lukken, en dan kan je dit doen. Een soort van wortel aan zo'n hengel. Weet je wel, wat je wel eens ziet. Voor je gehouden. Nou <laughs> nee, het wasn't for me. So. Nee, dat, dat zeg maar achteraf is meer dat je erover nadenkt. Dat je denkt. Wow, ja, crazy. En hoe heb je die omslag uiteindelijk dan gemaakt? Ik weet nog namelijk dat ik jou op een gegeven moment benaderde. En uh, toen zat je wel nog in je in de high fashion periode. Je wilde nog één keer proberen om echt gewoon super streng te diëten en te sporten. En ja. heel ongezond, zeg, eigenlijk ongezond te leven. Toen ja. um, dus heb je ook gezegd van joh, nee, ik ga het echt nog één keer proberen. Ja, klopt. En daarna was het echt voor jou de druppel en dacht je echt nee ja, yeah. never again ja, ik, op deze manier. ja, ik denk dat 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 één keer proberen. ik moet zeggen soms dat ik nog wel eens denk van, ja, ik snap het wel, mijn mindset. want ja, sinds je vijftien hoor je de hele tijd succesverhalen van modellen. want dat houden ze natuurlijk ook altijd voor van, ja, en als je dit doet, dan kan jij dat ook en uh, VOGUE en Dior, Victoria's Secret, maar dan moet je wel dit en dit doen. dus ik heb dat elke keer zeg maar als herhaling in mijn hoofd gehad. Um, en toen hoorde ik het weer van een agency en ik merkte dus blijkbaar was er tussen toch nog niet iets afgerond, uh, want ik viel er weer voor. Dus ik dacht: Oké, okay, ja, uh, toch maar nog één keer proberen. Ik weet nu hoe het moet, ik weet precies wat ik moet doen. Um, let's go. Ja, yeah. en toen was ik ook weer heel erg dun. Dat was volgens mij mijn dunste punt. Ook dat mijn moeder zei: mm. van, Ik ga nu, uh, ik zat toen in Istanbul, ik ga nu naar Istanbul. Uh, en toen moest ze helemaal huilen aan de telefoon. Echt heel zielig. Toen dacht ik ook, wow, het maakt ook impact op anderen. Want yeah. het was zo doelgefocust in een soort tunnelvisie... dat je dat helemaal niet meekrijgt. Um, en ik weet nog heel goed dat ik daar gewoon... Ja, een, hele, een hele soort switch heb doorgemaakt. Ik zat namelijk in een modellenhuis... Um, met hele mooie meiden. Ik vond ze echt prachtig. Ze waren nog nou, 18, 19, 20. Dus ze waren jonger dan ik. Ik was 21 of zo. Um, en in de ochtend kwamen we dan samen en dan hadden we het over wat we gingen eten en hoeveel van alles. Nou ja, dat was natuurlijk niks, daar kwam het eigenlijk op neer. Um, en dat dan één heel mooi meisje, en zij deed het heel goed, ze werkte heel veel, dus iedereen zei, oh, dat moeten wij ook. Um, maar zij, ja, zij dronk bijvoorbeeld anderhalf liter cola om overeind te blijven op een dag. <laughs> en dat ik echt naar haar keek en toen opeens besefte ik het van, wow. Jij gaat echt ver. En elke keer zei ik tegen haar: nee, eet nou wat. Weet je, je kan best wel wat eten. En ik ging de hele tijd, soort van uitleggen dat het niet zo werkt En toen dacht ik: ja, maar ik doe het zelf ook. Ja. Hoe dan? En toen kwam er ook nog eens bij dat mijn nichtje zei: van ja, ik heb een spreekwoord over je gedaan. Of iets. Mijn nichtje had het over mij, modellenwerk met vriendinnen. En toen dacht ik: echt, ja, maar je moest eens weten. Ja. Um, en toen, toen heb ik wel voor mezelf besloten: oké, okay, als het niet meer goed voelt. En ik word er niet echt gelukkig van dan kan het geen droom meer zijn van me en toen heb ik het helemaal losgelaten Edus is opgebeld en gezegd ja nee Ik ga het niet meer doen want ja het is alsof je jezelf soort van haat voelde het voor mij mm -hmm. toen ik zeg maar alles om me heen bij elkaar plaatste dacht echt ja waarom doe ik mezelf dat aan vind ik het vind ik het niet leuk of zo en toen dacht ik ja klaar helemaal klaar ja yeah. en toen wilde ik niet meer en toen alleen als ik mezelf kon zijn en dat was bij jou nee. ja, ja. Maar dit is eigenlijk zo bizar dat je. Weet je, dat is natuurlijk ook waar we met in between gewoon heel erg voor staan. Dat we niet alleen modellen vertegenwoordigen, maar ook rolmodellen. En dat ja. er dus inderdaad gewoon meisjes zijn die opkijken tegen jou of andere modellen. En eigenlijk dat die modellen juist op een hele ongezonde manier leven. En, en dat ja, is gewoon niet oké. Okay. Ja. En dan denk je bij jezelf, ja, voor wat? Ja. Dat je zeg maar één keer op zo'n cover staat. En dat je daar jezelf misschien één of twee maanden helemaal voor uh, ja, hebt moeten vastzetten qua sporten, eten. En dan sta je erop. En dan, dan wat? De volgende week of de volgende maand staat er weer een ander meisje op die precies hetzelfde doormaakt. Ja, maar ook echt dus wel inderdaad, gewoon je lichaam kapot meemaakt. Ja. En dat lijkt me echt niet de bedoeling. Nee. Ik merk, ik moet zeggen, ik merk het nu ook wel met hormoondisbalans bijvoorbeeld. Over dat soort dingen denk je helemaal niet na op het moment dat je er doorheen gaat. Ik weet nog wel, uh, ik werkte in de horeca als bijbaantje uh, in Nederland. En er was dan een chef, en ik, oh, we hadden het er volgens mij over van ja, ik ben weer aan het dieet. En toen dacht ik, oh, hoe doe je dat dan? Nou, toen vertelde ik het. Zei hij, oké, okay, dit is echt niet goed. En misschien kan je het nu goed aan, want je bent nog jong, je hebt veel energie. Alleen later. Als je bijvoorbeeld veertig bent, uh, dan kan het zijn dat je haar begint uit te vallen, dat je tanden wat los gaan zitten, uh, dat je niet genoeg calcium hebt, dat je, dat je snel iets breekt. En ik weet nog dat ik hem echt aankeek, maar ik besefte het niet. Dus ik zat echt zo, ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Maar nu dat ik dan bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld hormoondisbalans heb, of, of dingetjes die niet helemaal kloppen, dat ik denk, hmm, zou het een nasleep zijn van dat? Of hoe zit dat? Ja. Yeah. Ik, vind dat wel, uh, ik ben daar nu steeds meer mee bezig, zeg maar, om te kijken van, ja, is het, is het wel in balans mijn lichaam nu? Ook al ben ik nu zeg maar gewoon happy en, en waarschijnlijk op een natuurlijk gewicht voor mezelf, uh, maar zit alles intern ook goed? Yeah. Maar niet een soort van littekens van binnen. Ja, yeah. want hoe voelt het nu? Ja, ik voel me nu, uh, nu happy eigenlijk. Ik, ik moet wel zeggen wat ik net al zei, als je soms naar die foto's terugkijkt, is een soort van body dysmorphia. Dat je denkt, oh. sommige dingen vind je dan mooier aan jezelf. En anders, bijvoorbeeld, andere dingen vind je dan nu mooier aan jezelf. Dus het is, het is wel wisselend en het blijft altijd wel een beetje in je achterhoofd. Uh, maar wat ik zei, ik ben heel blij dat ik niet zeg maar, van mezelf uh, vast bleef zitten in dat sporten en, en niet eten. Dus het was niet dat ik het zelf wilde. Mm -hmm. Dat is echt voor mij gelinkt aan modellenwerk. En yeah. uh, Ik denk, doordat ik dan nu bij InBetween zit, dat het gewoon voor mij heel veilig is en dat ik denk, ja, het hoeft niet. Dus als ik bijvoorbeeld weer een keer aan denk van, oh, het zou toch wel mooier staan, bijvoorbeeld op een shoot, dat ik dan naar mezelf kijk dat ik denk, oh, een rolletje. Dan denk ik, nee, want ik ben nu plus size model en ik ben nu bij InBetween, dus nu kan het. Maar het is wel altijd een soort proces of zo. Ik weet niet of, of jij dat zelf ook kent of andere meiden die kijken, maar uh, ja, het, het blijft wel een mentaal uh, work in progress, zeg maar. Ja. Ik weet niet of je er ooit helemaal af kan. Ik moet zeggen, het, het maakt me nu vrij weinig uit. Alleen het is er wel. Ja. Maar ik doe er niks mee. Nee, het maar. komt soms even om de hoek kijken. Ja. En dan denk je, ja, oké, okay, prima. En dat je denkt, oh ja, jij ja, was er ook nog. Doei. Ja. <laughs> en dan gaat het weer weg. Ja. Dus het is heel, heel minimaal. En ik doe er ook ja, verder, dus niks mee wat ik wil zijn. Maar ja, soms merk je dat even, een soort terugvalletje. En dat je denkt, hmm. Misschien dus moeten toch wat minder dit eten toch wat minder dat. En dan denk je, doe eens normaal. Ja. Waar komt dat nou weer vandaan? Dat is gewoon iets anders wat in je hoofd praat, wat, wat jij helemaal niet weet, wil. Tja. Dus ben je 100% gelukkig? Ja, fijn. Zeker nu. Bepaalde dingen zijn veranderd in mijn leven dat ik denk, ja. Alles gaat wel soort van volgens iets hoe ik mezelf zou zien later. Natuurlijk hebben we allemaal, ik bedoel, ik ben nu 26, en ik dacht ik heb al een huis gekocht, een kind en weet ik het wat, maar dat is echt <laughs> volgens mij de basic, uh, basic uh, illusie van onze, onze leeftijd. Maar mm -hmm. nee, qua lichaam, qua modellenwerk, uh, ja, werk, huis, relatie, dat is allemaal top. <coughs> ja, fijn. Ja. En als je nu terugkijkt naar wat je hebt meegemaakt en, en hoe je er nu in staat, ja. wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Um, Bedoel je om het anders te laten doen of gewoon. Nou, hoe je. Um, als je zeg maar, terugkijkt naar hoe je was. En hoe je ja. je toen voelde en hoe je je nu voelde. Als dus je wat ja. zou ik kunnen zeggen tegen de kleine Sigrid, zeg maar. Oh, ik zou er denk ik voornamelijk gewoon een knuffel geven. En zeggen mm. van niet zoveel luisteren naar wat andere mensen zeggen. Want ze maken het vaak mooier dan, ja, dan dat het is. Uh, en als het zo mooi is in, het, in de werkelijkheid, dan is het in ieder geval. Uh, ...ja, met jezelf omgaan op die manier is gewoon niet waard. Uh, maar ik weet wel, ja, op het moment dat je ergens in zit... ...het is natuurlijk heel makkelijk achteraf gezegd... ...maar op het moment dat je ergens in zit, is dat gewoon jouw realiteit. Ja. En ik, ik weet ook dat er waarschijnlijk niet iets anders had kunnen gebeuren... ...of gedaan had kunnen worden dat ik dat niet zo op die manier had opgepakt. Ik denk wel echt dat het voor mij een les is geweest... ...die ik heb moeten meenemen zoals ik nu, uh, nu ben... Um, en ik vind het eigenlijk alleen maar dapper hoe de uitkomst uh, is geworden. Dus... Ja, en juist dat je ook weer anderen kan inspireren ermee, toch? Ja. ja, want ik weet nog wel, vroeger was het echt voor mij dat ik dacht, ja, als ik dan, uh, uh, ja natuurlijk, je hebt dan maten wat 36, 38, als je dan boven de 40 aankomt, dat is echt niet goed voor me, dat is echt lelijk. Mm. En nu ben ik het en dan denk ik, ach, je moest eens weten, je, je kan nu alles doen in je leven uh, en nog steeds lekker modellenwerk doen, nog steeds. Ja, happy zijn, er mooi uitzien. Dus ja, ik, ik merk wel van... Oh, een soort van level up is het. Wat ik toen nooit had kunnen inzien. Nee. Nee. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Tof. Zou je iets willen zeggen tegen de mensen die hier misschien juist nu op dit moment mee struggelen? Um, ja, ik, ik denk gewoon heel erg vasthouden aan... Als iets wat je doet je niet gelukkig maakt, dan moet je er... Ja, moet je er eigenlijk per direct mee stoppen? Vaak als iets in je leven hoort te zijn, dan komt het gemakkelijk en voelt het heel fijn en word je er rustig van. En als iets niet zo hoort te zijn, dan, uh, ja, dan voelt het soort van met frustratie, uh, geforceerd. Um, ja, en, en dat is vaak uh, een soort van beschermingsmoment: van nee, niet doen, want als je het gaat doen, dan komt het niet goed. Ja. Um, en dat wist ik op dat moment nog niet. Nu ben ik bijvoorbeeld heel erg mee bezig, omdat. Met alles in mijn leven niet te doen. Op het moment dat ik er gestrest van word of dat ik voel van ik ga forceren, dus heel erg in de controle zitten, moet ik het niet doen. Um, en als ik juist achterover leunen, een soort van invertrouwen en er komen dingen op mijn pad, dan denk ik, oh ja, zo hoort het. Mm -hmm. Een soort van mindset switch, I guess. Dus ik denk dat, dat het voornamelijk in de mindset uh, iets moet veranderen. En dat je dat dus goed bij jezelf moet nagaan. En hoe dat doe het, je dat? Um, hoe heb jij dat gedaan? Ja, dat vraag ik me dus heel erg af. eigenlijk. <laughs> een hele diepe vraag. Uh, nee, nou, ik weet wel bijvoorbeeld dat er dus dingen zijn in je leven. en dat dan voelt alsof alles misgaat. Mm. Dat je denkt, ach, je wordt er gestrest van. Ja, eigenlijk gewoon fysiek gevoel, fysieke emoties. Dat je denkt, van ja, nee, dit, waarom? Waarom gebeurt dit? En vaak is daar dus een reden voor, omdat het dus niet bij je hoort. Mm. Um, en ook als je. Aan alles blijft vastklampen en heel erg gestrest wordt om overal controle op te houden, dat is gewoon ook niet goed. Dus je kan het heel makkelijk herkennen. Alleen het moeilijkste is om er iets mee te doen. Ja. Want er zijn mensen bijvoorbeeld die houden heel erg van controle. Um, en dat is echt eigenlijk een soort kopingsmechanisme. Alleen als je dus de hele tijd in die controle houdt, dan krijg je ook dingen op je pad die niet bij jou horen en die je misschien gaan schaden. Mm. Uh, en dan gaat misschien alsnog iets mis, terwijl jij. Echt voor je gevoel alle controle hebt en dan achteraf denk je van ja hoe kan het nou? Ik had toch alles helemaal goed op orde, maar ja je kan niet uh, je kan dat zeg maar niet forceren en dat moet je echt leren door uh, ja, door er doorheen te gaan door dingen fout te laten gaan. In ieder geval wat, wat ik heb gezien ja en dat mag ook gewoon dat mag ook gewoon daar is het leven voor ja. ja mooi ja, Thanks. Thank you. ja fijn ook ik ik ik, ik, ik ja, je zit nu denk ik ook drie jaar toch bij in between, zoiets? Volgens mij, zoiets. Ja, ja, drie, vier. En ik heb ook echt wel jouw, ja, jouw weg een beetje gezien met dat je inderdaad bij ons kwam. Echt wel heel, ja, angstig en, en ook wel, echt wel heel dun. Dat ja. ik ook wel eens tegen je had gezegd: van joh, gaat het wel goed? Are you okay? En hoe voel je je? En Ja. ja. Nu dat je echt bent opgebloeid naar iemand die gewoon heel lekker in haar vel zit. En waar het gewoon goed mee gaat. En dat is echt fijn om te zien. Aww, thanks to you. En de platform. So. Thank you. Thank you. Yay. Ik heb nog iets voor jou. Ja. Of althans niet ik. Het is van een van onze sponsoren. Van vijf. Wat leuk. There you go. Ik stoot bijna die microfoon eraf. Maar I got it. Kunnen we kunnen wel wat hebben. Wat leuk. Ja. Mag ik het overmaken? Of, of het mag, maar je mag het ook mening. straks lekker op je gemakje doen. Oh, met een hartje erbij. Ja. Yeah. Zo so cute. Dank je. Of course. Thank you. So thanks to, uh, to Vi. Thanks je <laughs> <for your> <laughs> Dankjewel Sigrid voor je eerlijkheid. En, um, Jij bedankt. Ja, fijn om ook uh, even op deze manier weer met je gepraat te hebben. Yay. Jij bedankt hè, voor het platform en alles wat je, waar je voor inzet. Mm. Ik denk dat het uh, nog meer gehoord mag worden. So I'm very thankful to be here. Thank you, thank you, thank you. Thank <laughs> Dank je wel uh, voor het kijken en luisteren. Ik ben helemaal overweldigend van het fijne gesprek en uh, de liefde die zich heeft geuit. Um, ja, dit was het. Hopelijk uh, tot de volgende keer.